Prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Ik sliep net zo lekker. Kom nou in bed, Joris. Dan doe ik geen oog dicht. Het is hier veel te koud. Laat mij nou maar. Het is de derde nacht al deze week. Ja, kan ik je het helpen? Hey, je valt alleen nog maar in slaap voor de televisie. Is hij toch nog ergens goed voor? Nee, dat is niet goed. Je went eraan. TV is een onschuldig slaapmiddel. Denk je maar. Nou, het gaat wel over. Hey, probeer het nou nog eens. Zal ik een glas warme melk voor je maken? Nog één. Ik ben Joris, drie pinten niet. Zet de radio maar voor me aan. Nee. Kom nou in bed. Ik kan niet slapen als jij er niet in ligt. Nou, ik kan niet slapen als ik er wel in lig. Nou, kom. Ik moet morgen werken. Oh, dus wat ik doe, dat is weer geen werken. Ja, tuurlijk wel, maar jij kan uitslapen. Kom. Uitslapen? Dan zou ik toch eerst moeten kunnen inslapen? Hé, hey, pap. Hallo. Kijk hier eens naar. Mm. Kun je het zien of moet ik nog iets naar achteren toe? Hoezo? Nee, zomaar. Nou, vind je? Leuk. Het is voor in mijn nieuwe flat. Hé, hey, je zou mijn lamp nog komen ophangen. Oh ja. Nou, wanneer? Ja, ik zie wel. Hij ziet wel. Maar niet zo best meer, hè, zo te zien. Hoezo? Je armen worden te kort. Ik zou nooit iemand met tekorte armen mijn lamp laten ophangen. Dan geef ik hem wel een trap. Dan krijg je er twee terug. Heb je slecht geslapen? Ik hoezo? Het wordt tijd voor een brilletje, mannetje. Helemaal niet. Kijk, die letters in die telefoongids die zijn tegenwoordig veel te klein. Dat is alles. Nou, laat mij dan maar even kijken. Wat zoek je? Slapodroom. Slapodroom? Ja, een beddenwinkel. Oh, ga je een nieuw bed kopen? Ja, nou, laat het maar. Dag, schatten. Kijk eens wat ik hier heb. De eerste opname. Waarvan? Waarvan? Voor het afscheid van de rector. Oh, hoor ik dat te weten? Luister jij eigenlijk wel als ik iets vertel? Ja, natuurlijk wel. Hier moet jij eens zien wat ik gekocht heb. Oh, Joost doet het geweldig. Joost? Ja, dat is een nieuwe collega. Hele enthousiaste vent. Nou? Ja, leuk. Leuk. Hij bedient de camera. Is voor in de gang. Als je dan... Als maar je hem binnenkomt... er gaat wel heel veel tijd in zitten. Dan valt meteen je ogen erop. We zijn al drie weken met de voorbereidingen bezig geweest. Of zal ik hem toch maar in de slaapkamer houden? Ja, gaan lachen dat we hebben. Het ene idee was nog gekker dan het andere. Ja, wat vind jij? En Joost, luister dan nou! Hé, hey, hoe vind jij hem, Joris? Ja. Nou, wat een enthousiasme. Wat heeft die man? Hij is heel leuk. Je moet hem in de gang hangen. Hem? Ik moet er niet aan denken. Kom, laten we de band bekijken. Oh, bloopers hebben we ook al. Ah. Jor, kom je ook? Ja. Ik heb het een beetje druk. Nee? Kom op, Heavy. Ja? Jij staat hier, okay. Naast de rector. En de andere Heavy staat hier, ja? En dan bij het couplet dan kijken jullie naar de rector. Ja. En bij het refrein in de camera. Ja, goed. Nog vraagjes? Nee, is daar. Oké. Jij begint. Ja, meneer. Staat iedereen op scherp? Actie. Het heeft heel wat gekost om ze voor onze camera te krijgen. Maar het is gelukt. Meneer Bartelink, hier zijn ze dan. Exclusief voor u. Happy Huisman en Happy Banzaier. Weet je nog de dagen van weleer? Liever naar die andere.
Hoppakee. Maar hoe was het? Perfect. Bijna perfect. Bijna? Ja. Je vergat het kusje. Oh, heb jij dat gedaan? Wat heet. Oh, dat is genoeg. Zullen we het nog één keer over doen? Nee, gek. Zo goed krijgen we hem nooit meer. Nou, vind ik toch zonde. Maar weet je wat? Krijg jij het kusje? Oh, sorry. Hé? Ik heb mijn hoofd gestoten. Ik keek even over het bloed. En? Nee, niks. Gelukkig maar. Ja. Hé, waarom fluit jij? Oh, zomaar. Nee, jij wou wat zeggen. Oh ja, die oude voetballer. Hoe heet hij ook alweer? Ik heb een foto van hem gemaakt. Ruud... Gullet? Nee, die heeft zo'n bosse haar. Die andere, die bijna kaal was en nu heeft hij een heleboel krullen. Wat wou jij daarmee zeggen? Oh, sorry, ik weet het niet meer. Doei! Oh ja, Ruud Gels. De vader van mijn vriendin die had precies hetzelfde. Slecht slapen, nergens zin in. En die was in de overgang, dus. Joris in de overgang? Ik dacht het wel. Hebben mannen dat dan tegenwoordig ook? Wist je dat niet? Nee, ik hou die ontwikkelingen niet meer bij. Maar dat moet toch vroeger ook al zo geweest zijn? Ja, maar vroeger waren de mannen stiekem. Dan hoorde je die dingen nooit. Ik maak me toch een beetje zorgen. Zou je dat er niet aan Hanna overlaten? Die heeft op het ogenblik alleen maar oog voor de video. Het gaat wel weer over. Ja, maar ik... Daarom heet het ook de overgang. Begrijp je wel? De vader van mijn vriendin die is ervoor op een praatgroep gegaan. Een praatgroep? Ja, van allemaal mannen in de overgang. Bestaat dat? Hoe bestaat het? Mido heet het. Oh, ze heeft toch een naam ook? Ja, Mido, mannen in de overgang. Dus dan zit er zo'n heel bataljon van die kletsmajoren tegen elkaar aan te zeuren. Ja, dat zal best. Nou, je denkt toch niet dat je Joris daarmee naartoe krijgt, hè? Nee, dat weet ik wel zeker. Ach, maar we kunnen hem toch zelf wel een beetje opvrolijken? Daar hebben we toch geen praatgroep voor nodig? Ja, maar hoe? Ja, wat doe jij nou als je je zijn dag niet zo happy voelt? Nou, dan ga ik bijvoorbeeld naar de kapper of ik koop iets nieuws. Nou, hier. Dan ga je toch gezellig met hem de stad in. En dan sleep je mijn kledingmagazijn in. Dat wordt trouwens ook wel weer eens hoog tijd. Ja, hij laat zich nogal gezellig meenemen, zeg. Dat lukt jou heus wel. Ik help je wel. Oh. Hallo. Hey. Oh, wat ben jij aan het doen? Niks. Oh, ik zie het al. Je bent natuurlijk een nieuwe goocheltruc aan het oefenen. Leuk. Dat heb je tijden niet gedaan en dat kon je zo goed. Wat een heerlijk weer is het buiten. Vind je? Ja, ben jij nog niet buiten geweest? In het bos of zo? Wat moet ik nou in een bos? Nou, gezonde boslucht inademen. Goed voor de mens. Zijn er nog gezonde bossen dan? En vanavond voetbal op de televisie. Sinds wanneer vind je dat leuk? Dat vind ik leuk voor jou. Ik kan niet kijken vanavond. Niet. Jammer. De belastingconsulent komt. Oh, nou, maar dat kan toch ook leuk zijn? Enig, ja. Ja, misschien krijg je wel geld terug. Hé, wat is dat? Leer beter zien zonder bril. Train zelf uw ogen in 30 dagen. Oh. Het was geen goochelen, dat was je aan het doen. Moet je te zien zonder bril? Dat lijkt me ook een hele kunst. Hé, hey, pap. Hey. Wat een lekker weer, hè? Nou, zie je dan? Ik heb echt zin in vandaag. Zin in vandaag? Ja, dat kun je soms zo hebben. Heb jij dat nooit, Chris? Ja, natuurlijk. En jij dan? Vandaag niet, nee. Ik heb ook ontzettende zin in overmorgen. Nou, dat had ik nou weer gisteren. Hé, hey, dat is dus vandaag. Wat doen jullie vreselijk opgewekt opeens? Jullie lekker Toon Hermans wel. Dat is een goeie man. Leuk. Zeg, zullen we gezellig de stad in gaan? Ja, leuk. Ga je mee? Ik heb er niet op gerekend. Nou en, ik was het ook niet van plan. Nou, ik al helemaal niet. Maar onverwacht, hè? Dat is juist het leukste. Leuk, hier, alsjeblieft. Hier, sleutels van de auto. De auto staat voor de deur. En ik dacht dat je er niet op gerekend had. Nee, dat jij mee zou gaan. Kijk, daar had ik niet op gerekend. Gezellig dat je doet. Hé, Hanna gaat tegenwoordig nooit meer met me winkelen. Ja? Nou ja, Pap, ben je nou klaar? Perfect.
Enig. Ja hoor, echt leuk. Nou ja. Moet je nou kijken, kan ik dit nu nog wel hebben op mijn leeftijd? Ja, natuurlijk wel. Wat doe je nou op mijn leeftijd? Man, je bent meteen 10 jaar jonger. En vindt Hanna dit toch wat? Hanna? Die weet niet wat ze ziet. Dat geloof ik graag, maar het was de vraag niet, Trace. Hier, pas dit ook nog even aan. Ja, en je zei dat dit perfect was. Zeker weten, maar dan neem je dit er ook nog bij. Zeg. Dan hoef je tenminste voorlopig niet meer. Ja, moet ik weer passen? Ga ik in die tijd even een boodschap doen? Ja, daar. Heeft meneer keuze kunnen maken? Ja hoor. Zal ik die andere kleding vast meenemen, meneer? Ja hoor. Pap, dat is je eigen broek. Hé, pap, we zijn toch fantastisch geslaagd? Ja, jij bent fantastisch geslaagd. Flauw, ik doe het voor jou. Ja, en ik doe het voor jou. Nou, dan zijn we dus allebei fantastisch geslaagd. Hé, kijk uit. Wat? Ik zie niks. Nou, dan zijn we precies waar we wezen moeten. Daar, een brillenwinkel. Ja. Wat zou je ervan zeggen als we bij de jas en de broek eens een gezellig leesbrilletje kochten? Wat hebben je kleren dan voor nut? Een ogenblik weer 10 jaar ouder. Nou, dan kan je weer eens ontspannen een boek lezen. Ja, dat doe ik nu ook wel, hoor. Helemaal niet. In bed. Ben je niet in de war met iets anders? Wil je me daar zo ook nog wat voor aansmeren? Nou, kom op, het is een leesbril. Ja, ik heb geen bril nodig. Ik oefen mijn ogen. Man, je kan niet eens een brillenwinkel meer zien. Ja, onzin. Kom op, laat je ogen dan even meten, dan weten we het. Nou, dat is goed. Nou, wat heb ik je gezegd? In de verte kan ik nog prima kijken. Ja, maar op 50 meter afstand een boek lezen is toch een beetje lastig, hè? Steeds die auto's ertussendoor. Hoort u dat? Humor, meneer. Heeft ze van mij. Oh, daarom ben jij het nu zeker kwijt, hè? Bij de hand ook nog. Nou, kom op, pap. We gaan een leuk montuurtje uitzoeken. Hier. Ik heb geen bril nodig. Ik ga gewoon goed in het licht zitten. Nou, dan mag je wel een schijnwerper bestellen. Hier, zo'n half brilletje. Zet eens op. Oh. Nou, dat is geen gezicht. Ja, daar kan die meneer ook niks aan doen. Die doet alleen in brillen, hè? Heeft u geen halve contactlinsen? Staat je interessant, weet je dat? Je hebt er net iets meer. Ja, een half brilletje. Oh. Zet een apartje. Ja, zeker. Ik vond het een hele aardige man. Ik heb nogal veel met de volwassen zo. Ik ken hem vanaf hier. Ja, absoluut. Ja, ze hebben alles. Hé, hey, kijk daar eens. Wat nou weer? Daar is Hanna met die collega. Hé, waar is die nou mee bezig? Oeh, dat is natuurlijk het videogedoe voor die rector. Oh, ja. Hé, hey, kijk nou eens. Wat doen jullie hier? Nou, mogen we wel aan jou vragen? Of wij vragen aan mensen of de naam Bartelings iets zegt. Gaat heel goed. Oh, Joost, dit is mijn man, Joris. Hallo. En dit is mijn dochter Yvette. Dag, Yvette. Joost. En dit is de buurvrouw, Trace. Dag, mevrouw. Joost. Worden wij niet geïnterviewd? Nee, joh, Barteling kent jullie. Een leuk plaatje is nooit weg, hoor. Oh. Bartelink, ja, daar had mijn moeder het nog wel eens over. Ik zal maar niet gaan herhalen wat ze allemaal over hem zei, hè, pap? Nee, alsjeblieft niet. Nou, Yvette, hou op. Nee, is leuk, hou het erin. Hé, er komt ontzettend een leuke oude vrouw. Kom op, wij gaan weer door, hè? Ja. Tot straks. Ja. Knappe vent, die Joost. Ja, het is wel een stuk. Ja. Een stuk hier. Nou ja, kan je dan. Hij schijnt trouwens vrijgezel te zijn, volgens Hanna. Nou, maar jij mag er ook best wezen hoor, Joris. Voor je leeftijd. En dan straks met dat interessante leesbrilletje. Hier, kijk, daar heb je het slaapodroom. Zullen we even naar binnen gaan? We zijn er nou toch? Ja, ik vind het nou wel belletjes hoor. Je wou toch een nieuw bed? Een nieuw bed? Ja! Slaap je beter? Wie zegt dat? Ik. Ik heb er vorig jaar een gekocht. Moest meteen een nieuwe wekker erbij nemen. Hey, Jor, als je ze nou even aandoet, dan toont het veel beter. Ik heb op school gezeten bij. Ik pijn ze niet over. Maar dat is wel jaren geleden. Kijk dan maar. Ja, leuk. Oké, dan komt het stukje met die man. Zou veel te bang zijn van zo'n grote lunchje kerel kan pakken. Kijk nou, Joris. Ja. Oh, wat heerlijk enthousiast weer. Ik heb het al 3 keer gezien, ik weet het dan wel. Ik ga maar eens naar huis. Ja, wij gaan ook naar bed. Ik ben er wel aan toe, lekker slapen. Oh, als je vader tenminste niet gaat lopen spoken. Waarom nemen jullie niet een nieuw bed en dan een ligumeau? Ligumeau? Ja, waarom niet? Gescheiden slapen. Gescheiden waarvan? Gescheiden van kussen en sloop, daar begint het meestal mee. Ben je gek, je kan toch altijd even overwippen, schat? Ik ga dan samen een keertje kijken in het slaapodroom. Ja, dat doen we zeker. Over een weekje of 3 als ik het niet zo druk heb.
En wij kunnen toch van de week een keertje gaan kijken, pap? Ja, prima. Dan ben je alvast georiënteerd. Eigenlijk begint het daarmee. Gescheiden een bed uitzoeken. Nou, slaat er nog maar een nachtje over. Ik ga. Goed, ik laat je even uit. Zeg, wat geeft hij eigenlijk? Engels. En is hij pas op school? 2 maanden. Hij is niet getrouwd, hè? Nee. Nou, dan zal hij wel vriendin hebben. Joost mag het weten. Hé. Hey. Wat rusten. Rusten. Hé, hey, let jij een beetje op Joris. Oh, die redt zich wel. Ik vind hem zo depri de laatste tijd. Depri? Ja, zo down. Maar... Komt even goed, hoor. Oké, dag. Dag. Als vrouw van de rechter moet je er wel voor zorgen dat je zelf ook werk of focus hebt. Want mijn man was ook vaak 's avonds weg. Er zijn al periodes geweest dat ik hem praktisch nooit zag. Dan sliep ik al als hij thuis kwam. Sloeg ik 's morgens mijn ogen op en dan dacht ik, wat ligt daar nou naast me? Enig. Maar nu krijgt uw man alle tijd voor u. Heeft u al plannen wat u zou Kijk nou toch eens, wat een plaatje. Je ziet er goed uit in beeld. Dank je. Alleen in beeld? Is dat niet complimenteus genoeg? Ja, vooruit maar. Nou, je stelt ook hele goede vragen. Je bent je roeping misgelopen. Nou, jij ook. Je bent heel handig met de camera. Ja, ja, vind ik eigenlijk ook wel. Oh, wat zijn wij leuk bezig. Ik vind jou heel goed. Hoe vind je mij? Nou. We zijn allebei geïnteresseerd in kerken. Wat is dat? Zo, zo, dat is niet mis. Hoe kan dat nou? De pin-up club. Over het interview heen. Stop die band eens. Nee. Nee, zet hem eens stil. Wacht eens even. En hoe ligt dit? Ah, kom zie, kom ze. Oh, lekker. Ah, u bent hem al aan het uitproberen, zie ik. Ja, ik bedoel, wat zijn de mogelijkheden van zo'n bed? Moet ik in details treden, meneer? Nee, spaar me de grote lijnen graag. Nou, u kunt bijvoorbeeld het hoofdeinde omhoog laten komen, zodat u als het ware zit, hè? En kan mijn vrouw dat dan ook? Uiteraard, uiteraard. Ja, maar als zij nou bijvoorbeeld wel wil en ik wil niet? Dat gaat uiteraard gescheiden, want daar is de lisumon voor, hè? Oh, ja. Oh, natuurlijk. Handig. Zeker, zeker. Nou, deze lijkt me fantastisch. Waarom nemen we hem niet meteen? Nou, er is wel 14 dagen levertijd. Ja, ligt wel lekker, maar... Deze matras hebben we uiteraard ook in het tweepersoonsbed. Oh, ja. Ik kan me voorstellen dat u met zo'n jonge vrouw... Meneer, wat denkt u wel van me? Sorry. Wat is er met deze band gebeurd? Hoezo? Er staat seks op. Seks? Seks, over de vrouw van de rector heen. Hoe kan dat dan? Dat zou ik ook wel eens willen weten, ja. Ik schaam me dood. Oh, was het zo erg dan? Nou, ik zit met Joost een interview te bekijken. En plotseling verschijnt zo dwars over... Ik wist niet waar ik kijken moest. En hij... Ja, hij natuurlijk wel. Nou, ik wist niet hoe ik het moest uitleggen. Ik zou het ook niet weten. Nou, jij bent anders de enige die televisieprogramma's opneemt. Voor 's nachts, als je niet slapen kan, denk ik. Oh, was het een televisieprogramma? Oh. Ja, wat dacht jij dan? Nou ja, ik weet het niet. Je hoort wel eens wat, hè? Luister eens. Jij denkt toch niet dat... Dat denk ik, ja. Helemaal niet. Ik heb van de week een nachtfilm opgenomen en toen... Ja, sorry, ik vind het ook lullig, maar dan heb ik me in het net vergist. Verkeerd geprogrammeerd. Geloof jullie me niet? Natuurlijk wel, pap. Het is een vergissing. Kan er best overkomen. Kijk, als jij eenmaal dat leesbrilletje hebt, dan gebeurt je dat natuurlijk niet meer. Nou, stel je voor dat we het toch niet hadden bekeken, zeg. En zo hadden vertoond op het feest. Hadden dat je tenminste zeker succes gehad. Nou, die arme Joost moet nou opnieuw gaan monteren. Ja, sorry. Nou, ik zou er maar niet wakker van liggen. Nee, tuurlijk niet. Oh, trouwens, Joris ligt binnenkort helemaal nergens meer wakker van. We zijn vanmiddag in slaapdroom geweest en we hebben een heerlijk bed voor jullie gezien. Mooi zo. Heb je het besteld? Nee, jij wilt toch nog even kijken? Ja. Oh ja. Nou ja, je had het rustig kunnen bestellen, hoor. Maakt mij helemaal niks uit. Ik slaap overal in. Zo? Hé, hey, wat moet je met die foto? Sorry meneer, ik ben van de pers. Wat gaat er niet door u heen? Hoe bedoel je? Zo'n bed is toch vol herinneringen. Oh, bedoel je dat?
Nou, ik heb er een keer 3 weken onafgebroken plat op gelegen met hernia. Oh, en vond Hanna dat goed? Wat goed? Dat jij met die hernia... Hernia, grote vriend, dat is een kwaal en dan kun je niet op of neer. Dacht je dat ik dat niet wist? Jij draait eromheen. Wat is jouw mooiste herinnering aan dit bed? Dat gaat je geen bliksem aansmeren, lap. En wat moet je met die foto's? Privéopname. Ho, ho, wacht even. Voor mijzelf. Nog even, hè Joris? Wat nog even? Nou, dan is het leed geleden en slaap jij als een roos in je nieuwe bed. Hij als een roos? Ja, zo zeggen wij dat in het Nederlands. Slapen als een roos. Of als een os. Dat past beter bij hem. Zeg, worden we bij de hand? Eigenlijk zou Hanna getuige moeten zijn van dit historische moment. Historisch moment? Ja, dan gaat bijna 10 jaar van je nachtleven. Oh nee, Hanna leeft bij de dag. Die is al in school. Vanavond heeft ze het afscheid van de rector. Mooi zo. Dan is dat leed ook geleden. Oh, wat zullen jullie vannacht slapen? Huisman, over 3 dagen? U zou het vanmiddag bezorgen. Jawel, maar het is geen service, hè? Nee, meneer, mijn oude bed is al de deur uit. Ja, er zal wel niks anders op zitten. Maar geen dag langer, hè? Dag, meneer. Oh, zeg, komt je bed later? Hoe raad je het zo? 3 dagen. Zeg, dat zal Hanna kwaad zijn. Nou, die had dat niet gepikt, hoor. Die had gezegd, meneer, nu mijn bed en anders houdt u het maar. Heel flink, dat ken ik. En dan? Nou, had je het ergens anders besteld. En dan? Dat zal ze leren. Over mijn rug, ja, dan kan ik 3 weken lang op een stretcher slapen. Ja, het was toch een hartstikke leuke avond, hè? Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar naar Barteling zitten kijken hoe hij zou reageren. Die band kan ik wel dromen. Hij vond het schitterend, hè? Geloof je ook niet? Ja. Oh, dat interview met zijn vrouw, dat had hij niet gedacht. En dat ze zei dat hij thuis geen poot uitsteekt. Dat vond hij niet leuk, hè? Dacht jij? Ja. Oh, en zag je hoe verlegen Joost reageerde toen ze voor hem applaudisseerde? Dat had ik niet verwacht. Hij is altijd zo open en spontaan. Hij is wel heel populair. Niet dat hij eng populair doet, hoor, of zo. Nee, hij is het gewoon. Een paar van die meiden, die zie je gewoon wegzwijmelen. Dat kan me best voorstellen. Hey, luister je eigenlijk nog wel? Joris. Nou ja. Hè? Wat mooi! Bijna zonde om erin te slapen. En kijk. Zo kan je onafhankelijk van elkaar rechtop zitten. Goed, hè? Toen wij pas getrouwd waren, Henk en ik, hebben we een tandem gehuurd. En hij zat natuurlijk voorop, ja, in die tijd. Achterop hoefde hij niks te doen, alleen maar trappen. Maar ik kon het niet laten, als we een hoek op gingen, om mee te sturen. Nou, zat mijn stuur zat vast onder zijn zadel. Er was iets mis mee. Dus iedere keer als ik nou een hoek omging, dan stuurde ik dat zadel onder zijn gat vandaan. Haha, gelachen dat we hebben. Ach, die Henk. Jullie hebben nou je tandem het huis uitgedaan. Jullie hebben nou losse fietsen. Ja, als je maar rijdt. Ja. Zeg eens, Joris hier niet ik kan slapen, dan weet ik het ook niet. Hoewel, je kan altijd nog een klein televisietje aan het voetenend zetten, dan kan hij daarbij slaap vallen. Ja, en ik dan? Oordoppen in, blinddoek voor. Ja, dag. Nou, je bent getrouwd of je bent het niet. Hoi, en? Is het er? Wat zou er nou weer moeten zijn? Ja, ik ben natuurlijk. Ja, dat is gekomen. Nou, zeg, een beetje enthousiaster kan ook wel. Of was de tv weer een slaapmiddel vannacht? Helemaal niet. Ik heb prima geslapen. Nou dan. Hey, wat kom jij doen? Het bed bekijken. Oh, we komen er net vandaan. En, hoe staat het? Nou, het ligt er heel mooi bij. Ja? Het ligt er heel mooi bij, nou ja. Nou, wat moet ik dan zeggen? Het staat in volle bloei. Kijk eens, er kan geen lachje bij hem af. Nou, volgens mij is hij zenuwachtig voor vanavond. Zenuwachtig waarvoor? Voor de première. Première? Ja, voor het nieuwe bed natuurlijk. Oh, je hebt plankenkoorts. Ja, bij de plankenkoorts. Ja.
Ja, hallo, met Huisman. Ja, die is er. Ogenblikje. Hanna! Voor jou. Dank je. Mevrouw Huisman. Hé, hey, Joost. Wat leuk dat je belt. Hoe is het? Oh. Telefoonnummer. Oh, ze is op het ogenblik hier. Ja, natuurlijk. Ja. Yvette! Ja? Het is voor jou. Hallo? Welk videospectakel staat ons nu weer te wachten? Geen enkel. Gelukkig maar. Gelukkig maar? Ja. Dan krijg jij tenminste ook weer zo'n beetje rust. Wat zorgzaam. En wat nog meer? Nou, je had de laatste tijd alleen maar oog voor de camera. Wat moest hij? Yvette spreken. Yvette? Waarover? Dat zei hij niet. Misschien een rolletje in zijn videoclip. Dus toch. En wat moet jij erbij? Dat zei ik toch. Niks. Zie ik hier Nederlands nieuwste videoster? Waar heb je het over? Heeft hij niet gevraagd voor zijn videoclip? Helemaal niet. Hij heeft me mee uitgevraagd. Wat? Die oude man die vraagt nou, jou... Nou, zo oud is hij toch nog niet, mam? Nee. Nou, ja. Nou, ja of nee? Ach, wat is oud. Zo ja. Relatief. In het algemeen wel, mevrouw Einstein, maar voor haar niet. Voor haar is deze man stokoud. Hij ziet er anders goed uit. Ja, van buiten ja. Maar het gaat ons toch om de binnenkant, dames? He? En daar is hij stokoud. Hoe oud ben jij dan wel niet, schat? Wat vind jij ervan, Trace? Ik zou er nog een nachtje over slapen. Zo is het anders dan een nachtje wakker liggen. Ja, ik ben Joris niet. He, he. Nee, ik zorg wel dat ik van zoiets niet wakker lig, hoor. Nou, dat is knap, kind. Hoe doe je dat dan? Ik heb meteen ja gezegd. Doei. Nou ja. Zeg, zou jij je leesbrilletje niet eens opzetten? Ja, waarom ook niet. Zo. Ja. Oh, staat je lief. Kijk eens aan. Zo opeens. Oh, valt me nu pas op. En beter laat dan nooit. Ik ben al weg. Joris, zo zo op. Hé. Hé. Hé, Joris. Joris. Hou ze op. Joris. Hé. Wat is er? Ik kan niet slapen van je gesnurk. Je maakt me wakker. Hé, kom nou. Je hebt een nieuw bed. Nou, en... Nou, kom er dan in. Nee, ik lig hier prima. Ah, je kan er toch niet blijven liggen? Nog twee nachtjes. Dat is toch onzin? Nee, de overgang. Overgang? Naar een nieuw bed. Ik durf niet. Nou, kom nou maar. Nog twee nachtjes bijslapen, ja? Je snurkt zo. Je houdt me wakker. Kom jij dan lekker bij mij liggen? Ja, wacht even op de grond. We hebben hier een bed van duizenden guldens. Dat loopt heus niet weg, hè? Nou. Oh... Het is veel te mooi om aan te houden. Wat nou? Nee, doe nou op. Vind je me niet lief dan? Ja, nee, hou op. Hey, weet je wat? Als jij dit uitdoet, zet ik mijn leesbril op. Oké? Gelijk ook. Gelijk overzetten. 1, 2, ja. Nee, geregeld.